Van heinde en verre komen aanstaande zaterdag en zondag 3 en 4 augustus ridders en jonkvrouwen naar recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas voor de Gulden Sterrenslag. Dus de ridders van Pendragon zijn gevraagd om het schouwspel te versieren. Er zullen tal van shows te zien zijn dat zij zullen verzorgen. Traditioneel ook zaterdag zal er een vuurwerk plaatsvinden, een muzikaal vuurwerk dat verzorgd wordt door Cliff Hoge, Belgisch kampioen eigenlijk van 2012, dus de kwaliteit van het vuurwerk zal zeker gegarandeerd zijn. Wij als ridders van Pendragon bieden een middeleeuws kampement aan waar het dagelijks leven van de ridders en de jonkvrouwen getoond wordt. Daar kun je in terugvinden een roofvogelshow, zwaardvechten, boogschieten, stokvechten, ook kledij wordt er getoond. En dan steekspelen eigenlijk. Dus eigenlijk de ridderspelen zoals ze vroeger aangeboden werden. De Gulden Sterrenslag is voor iedereen. Echt wel iedereen, doelpubliek, oud en jong, kleine kinderen. Er zijn ook doe-opdrachten voorzien voor kinderen, zodat zij zelf een keer kunnen ervaren hoe het er in de middeleeuwen aan toe ging. Ik denk dat dit een zeer uniek concept is. Ik denk dat dit thema nog nooit plaatsgevonden heeft in een groen kader als De Ster. De shows zijn een beetje afgestemd op de locatie ook, vandaar het unieke eraan. Dus ik denk dat het zeker de moeite is om eens af te komen. Je kan de middeleeuwen induiken tijdens de Gulden Sterrenslag op zaterdag 3 augustus vanaf 2 uur in de namiddag en zondag 4 augustus vanaf 11 uur 's ochtends.